In deze video ga ik allerlei verschillende soorten snoepjes uitproberen uit de jaren 90. En ik kom zelf ook uit de jaren 90, dus het lijkt me heel erg leuk om herinneringen op te halen. Maar tegelijkertijd zullen er ook wel snoepjes bij zitten die ik misschien nog nooit eerder heb opgehad. Nou, ik ben er in ieder geval echt super benieuwd naar. En als jij dat ook bent, blijf dan lekker kijken en laten we beginnen. Dit is een doos met allerlei verschillende soorten snoepjes uit de jaren 90. Misschien herken je hem wel, want ik heb deze ook gebruikt, maar dan met snoepjes uit de jaren 80 in de video die ik samen met mijn zusje heb gemaakt. Deze heb ik dus gekocht in Amerika, dus er zitten allemaal verschillende soorten snoepjes in die in Amerika heel erg populair waren in de jaren 90. En er staan allemaal verschillende soorten leuke afbeeldingen op, zoals bijvoorbeeld deze mobiele telefoon die toen heel erg populair was. Het was echt een hele grote koelkast en het was mega duur. En je hebt cd's en cassettes. Ik kan mezelf ook nog herinneren dat ik cassettes gebruikte. En er staat hier een DJ en breakdancer op. Nou ja, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Oké. Nou, de doos is al open. Ik ben heel erg benieuwd naar wat voor dingetjes er allemaal in zitten. Dus, daar gaan we. Ik ga grabbelen. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Een lolly. Dit is een lolly en het heet Blow Pop. En eerlijk gezegd heb ik hier echt nog nooit eerder van gehoord. En het heeft druivensmaak. Het is echt een hele leuke paarse verpakking. Lollies openmaken is altijd best wel lastig. Maar deze valt wel mee. Zo. Wow. Nou, dat ziet eruit als een lolly. Hij is zo donkerpaars dat hij eigenlijk een beetje zwart lijkt. En wow. Het ruikt een beetje naar een Indonesisch hotel. Ik weet niet waar dat nou van komt. Wow. Ik weet waar het naar smaakt. Naar druiven. Duh. Het smaakt heel erg naar druivensap. In Amerika drink ik wel eens druivensap, hier in Nederland niet. Maar daar smaakt het dus naar. Wow. Volgens mij zit hier echt kauwgom in. Kijk, ik weet niet of je het kunt zien op camera, maar er zit iets in en het is lichtkleurig en het is niet de kleur van de lolly. Heel erg plakkerig. Het smaakt wel ontzettend lekker. En dan moet ik nu natuurlijk kijken of ik er een kauwgombel mee kan blazen. Yeah. Ja, het lukt. Nom, nom, nom. Volgende! Nerds! Oeh, ik hou van nerds. Dit is in de smaak aardbei. Ik ben zelf niet echt een hele grote nerds expert. Dus ik ben heel erg benieuwd of de aardbeien smaak lekker is. Ik heb wel vaker nerds op. Maar het is echt al een hele tijd geleden dat ik ze ooit op heb gehad. Oh, het pakketje is zo klein. Ik ga hem openmaken. Yep. Wow. Deze nerds zijn een beetje neonroze. Dus dat is iets anders roze dan het roze van de verpakking. En dit vind ik zo gaaf. Oké, daar gaan we. Ja, ik ben wel hier. Ik snap niet waarom ik ooit ben gestopt met het eten van nerds. Want deze zijn zo ontzettend lekker. Ik moet ze vaker gaan kopen. Oh my god. Yay. Dan nu. Ik heb twee dingen tegelijk. Yay. Wat is dit? Bubble yum. Oh, staat ook op de achterkant. Bubble yum. Kauwgom. Ik ken dit merk absoluut niet, maar het lijkt wel een beetje op een kauwgom verpakking. En het is een beetje, ja, glossy-achtig, deze verpakking en de kleur. En oh, daar hou ik van. Het doet me heel erg denken aan de Pokémon kaarten die ik vroeger spaarde. Wow. Oh, het zijn allemaal kleine blokjes met kauwgom erin. Wow. Het ruikt een beetje naar speelgoed van vroeger. Ik wil geen speelgoed opeten. Maar oké, ik moet het dan toch echt proberen. Ik ben benieuwd naar hoe die smaakt. Dat komt me heel erg bekend voor. Dit doet me heel erg denken aan kauwgom, omdat ik inderdaad vroeger heel veel at. Dus niet hetzelfde als de kauwgom die in de lolly zat. Het is een beetje anders. Maar het smaakt wel echt ontzettend lekker, maar wel heel erg zoet. En dan nu de kauwgombellentest. Oké, dan is het nu tijd voor Skittles!
Skittles. Ik heb Skittles wel eens vaker opgehad, maar ik moet toegeven dat ik er eigenlijk niet zo heel erg bekend mee ben. Ik weet dat je verschillende soorten smaken Skittles hebt, maar ik heb eigenlijk geen idee naar hoe ze nou precies smaken, want vroeger vond ik M&M's eigenlijk veel lekkerder dan Skittles. Dus ik ben benieuwd wat ik er nu van vind. Oh, dat ruikt naar suikerspin. Zo. Wow. Zo zien ze eruit. Ik hou van deze kleurtjes. Ik ga gewoon beginnen met een oranje. Mmm. Oeh. Oeh. Dat smaakt heel erg sterk naar sinaasappel. Heel lekker. Rood. Beetje aardbeiachtig. Ik vind hem niet vies. Paars. Heel klein beetje naar druif of zo. Ik kan hem niet helemaal plaatsen. Zo. Groen. Oh. Volgens mij is dit groene appel. Ik hou totaal niet van groene appelsmaak. Ik vind deze niet lekker. En geel. Best wel lekker. Ik hou wel van citroensmaak. Dus ja. Nou, ik denk dat als ik moest kiezen dat ik ga voor oranje. Dat mijn favoriete smaak is. 1, 2, 3. Oh. Wow. Yep. En het volgende snoepje wordt... Wat is dit? Airheads. Maar dan in mystery... flavor. Oh ja, ik heb deze wel eens eerder opgehad. En elke witte of zilveren Airhead heeft dus een smaak waarvan je niet weet wat het nou precies is. Wow, lijkt op één heel groot wit tongetje. Oh nee. Het ruikt heel bekend, maar ik kan niet plaatsen wat het is. Wow. Ja. Lekker smaak. Lekker snoepje. Ik weet niet wat ik er niet lekker aan vind, dus deze krijgt zeker een duimpje omhoog. Hier heb ik een pushpop. In de smaak blauwe framboos. Ik wist niet eens dat het een ding was, maar blijkbaar wel. En het is, wat is het nou eigenlijk? Er zit wel een verpakking omheen. Oh, oké, ik snap hem. Je moet het dus vanaf de onderkant zo omhoog drukken, maar je moet voordat je dat gaat eten wel eerst eventjes de verpakking ervan afhalen. Ah, mijn duim zit vast. Daar. Yes. En dan kan hij weer omlaag. En dan kan ik hem een stukje omhoog drukken, zo. En dan uitproberen, denk ik. Ik vind eigenlijk dat het een beetje een saaie smaak heeft. Het is niet heel erg vies, maar het is ook niet heel erg lekker. Dus nee. Bleh. Het volgende is... Hubba Bubba Bubble Tape! Dat is ook niet zo bijzonder, want dit is al het derde kauwgompje dat ik in deze video uitprobeer. En niet alleen dat, deze, precies dezelfde, heb ik ook uitgeprobeerd samen met mijn zusje in de jaren 80 snoep video. Toen ik deze met mijn zusje had gegeten, hebben we hem uitgeprobeerd op de manier waarop het hoorde. Dus zo, dus het is echt gewoon tape die je er zo uit kan halen. Maar laten we het nu op een andere manier proberen. En ik weet dat heel veel mensen dit niet leuk zullen gaan vinden, maar daarom wil ik het juist gaan doen. Here we go! Oh my god, zo zonde. Wow, heel erg veel kauwgom. Als ik het vergelijk met die andere kauwgompjes die ik in deze video heb gehad. Dit is totaal, Hier heb ik, tada! Dit is een Sour Patch Kids Sour Patch snoepje. Ik heb wel eens vaker Sour Patch dingetjes opgehad, maar niet deze, want deze is heel erg plat en ziet er heel anders uit dan degene die ik ben gewend. Normaal gesproken zijn ze in ieder geval best wel zuurig, dus ik ben benieuwd. Zo. Het ruikt helemaal nergens naar eigenlijk. Wat moet dit voorstellen? Dit is niet eens een beertje of een figuurtje of iets. Ik kan er absoluut niks van maken. Misschien moet het zo. Nee. Hè? Huh? Oh, wow. Ha, zuur. Oh my god. Dat is bijna mijn keel. De buitenkant is inderdaad heel erg zuur en het brandt zelfs in mijn keel. En dat vind ik niet zo heel erg fijn. De binnenkant van het snoepje is wel zoet. Deze krijgt een half duimpje van mij. Ja, half. Er zijn nog twee snoepjes over. En alle twee deze snoepjes hebben een beetje met elkaar te maken. Het is namelijk een Warheads Extreme Sour snoepje in de smaak citroen. En... Toxic Waste, heel zuur snoepje. In de smaak zwarte kers. Ik denk dat ik de challenge aanga. En gewoon alle twee deze snoepjes tegelijkertijd in mijn mond ga stoppen. Oké, volgens mij hoort het niet helemaal. Het zit gewoon zo vast aan de verpakking. Dit maakt het nog erger. Proost. Ik ga ervoor. Oh my god.
vind het niet zo lekker. Als je deze video leuk vond, geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog. En de vraag van vandaag is, als jij een dag in je leven opnieuw zou kunnen beleven, wat zou het dan zijn? Voor mij zou het de Tina-dag zijn van vorig jaar 2015. Omdat dat de eerste dag is waarin ik fans ging ontmoeten. En ik vond het gewoon zo ontzettend leuk en bijzonder. En heel erg tof om jullie te kunnen zien en te ontmoeten. Maar ik ben vooral benieuwd naar jouw antwoord. Dus laat het me weten in de reacties onder deze video. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg! Doei, mag heel erg denken aan kauwgom. Omdat ik inderdaad vroeger heel veel at.